hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Ik ben best wel vroeg opgestaan. Toen heb ik lekker rustig koffie gedronken. En Nesim is net naar een garage gereden. Want hij gaat even kijken voor een auto voor hem. Ik ben aan het wachten. Daarna hebben wij dus om 1 uur een afspraak. Als hij het redt, is het al inmiddels 12 uur. Dus ik hoop dat hij het redt. Dan moeten wij 1 uur door naar een afspraak. Even kijken voor een nieuwbouwproject hier in de buurt. Dus daar heb ik eigenlijk best wel veel zin in. Ik hoop echt dat hij het wel haalt. Maar het is echt vandaag super warm weer. Het wordt echt zo'n 33 graden. En het liefst zou ik eigenlijk nu gewoon op het strand gewoon lekker liggen. Met een windje, bla bla bla. Maar we houden er niet zo van drukte. Dus daar gaan we sowieso niet naartoe. Toen hadden we daarna over van nou, waarom gaan we niet gewoon ergens zwemmen? Lekker een buitenzwembad. Toen hebben we gisteren nog een paar hotels gebeld met een buitenzwembad. Maar die waren aardig vol. Nou, gewoon echt vol. Dus wij kwamen op zo'n reservelijst, maar we zijn niet gebeld. Dus dat gaat er waarschijnlijk niet door. Toen hadden we daarna over van waarom gaan we vandaag gewoon niet barbecuen. En we hebben er allemaal echt super veel zin in. We houden echt van barbecue. Maar dat doen we hier eigenlijk samen nooit. We zijn maar met z'n tweetjes. En we hebben niet echt familie of zo in de buurt. En ik vind het meestal wel gezellig om met familie en zo te barbecuen. Maar dan horen we straks wel of het doorgaat. Net mijn haren gewassen. Ik wou het eigenlijk los doen vandaag. Maar omdat het zo warm wordt, leek het me echt geen goed idee. Dus ik ga het gewoon vast doen. Ik ga lekker een luchtig jurkje aandoen. Het liefst wil ik een hoed op, maar die heb ik niet. Ik wou net echt naar de Zara rijden om gewoon zo'n mega hoed te kopen. Ik was over Zara gesproken. Mijn pakketje is binnengekomen van de sale. Ik vond eigenlijk dat er heel weinig leuke dingen tussen zaten. Maar dit waren mijn favoriete dingetjes. Ik heb deze slippers gekocht van de Zara. Oh, ik vind ze echt zo tof. Deze zijn 12 euro. Deze wou ik echt gewoon scoren. Toen ze in de nieuwe collectie waren al. Maar met sale wou ik ze helemaal. Ik heb verder deze broek gekocht. Het is een high rise skinny. En ik heb hem in maat 36. En bij de Zara heb ik dus soms 36 en soms 38. Dus ik dacht, ik wil deze zo graag. Want ik vond hem echt heel erg tof. Dus ik heb deze in 36 en in 38 gehaald. Dus ik ben benieuwd welke mij gaat passen. En ik heb deze slippers gehaald. En ik heb deze al gepast. Ze zijn echt zo mooi als je ze draagt. Echt, I love it. Ik hou van slippers in de zomer. En ik heb deze broek. En dat is een mommy jeans. En deze was alleen nog maar in maat 38. Dus ik heb gewoon 38 gehaald. En ik hoop dat hij me echt past. Want ik vond deze echt al heel lang leuk. Kijk dan. Love it. Kijk hoe cute deze slippers zijn. Echt. Heel erg cute. Ik ben hier zo blij mee. En dit zijn mijn andere slippers. Oh mijn god. Ik vind ze echt zo cute. Niet normaal. Deze kleur ook. Love it. Zo, ik ga even starten om me klaar te maken. Ik ga het vandaag echt heel natuurlijk houden. Maar tijdens deze dagen. Ik draag eigenlijk elke dag. Niet eens tijdens deze dagen. Altijd een dagcreme met SPF. En ik heb het eigenlijk altijd op. Zonnebrandcreme vind ik echt heel belangrijk. Dus dat smeer ik in. Ik denk dat ik vandaag een van deze ga dragen. Ik hou het echt heel natuurlijk vandaag. Oh, heerlijk dit. Trouwens heb ik ook volgers die echt obsessief zijn met 24 Kitchen. Want ik heb het echt gewoon de hele dag op. Nou, dat is een natuurlijke look geworden, joh. Not. In principe heb ik helemaal geen foundation op. Ik heb bronzer op gedaan, een beetje highlight. Omdat ik denk, ja, het is gewoon mooi in de zon. Maar ik vind, zodra je iets op je lippen doet en het heeft een kleur, zie je er al gelijk niet meer natuurlijk uit. Want als ik nu gewoon bijvoorbeeld een lipgloss of zo ophaal, of een heel nude lipliner, had ik gewoon een natural look. Maar die heb ik dus absoluut niet nu, vind ik. Maar ik hou gewoon van een kleurtje op mijn lippen. Ik maak echt geen grap. Ik ben denk ik echt zo'n 4 keer van auto ges... Ik ben zo'n 4 keer van outfit geswitcht. Niks mooi. Ik vond er heel veel dingen schenen door. Want ik heb allemaal witte jurken gekocht. Maar het was echt. Het scheen echt heel erg door. Dus ben ik voor deze simpele jurk gegaan. Ik zit inmiddels in de auto met Nessie. En wij zijn onderweg. En als het vandaag lukt, gaan we ons inschrijven voor een nieuwbouwwoningen. Ja. Ik hoop het lukt. Duim voor ons, jongens. Duim voor ons. Ik doe peace teken. Duim voor ons. Boys en girls, duim voor ons. Deze.
Jongens, wij hebben ons in kunnen schrijven. Ik ben er heel blij mee. Er waren nog een paar woningen beschikbaar. En we hebben maandag nog even een vervolggesprek. We zijn er best wel blij mee. Het zag er goed uit. En, maar het zegt nog niks. Hè? Ja, het zegt nog niks. Maar we hebben een gesprek maandag. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ja, spannend. We zijn nu even naar een terrasje gereden. Een beetje afgelegen met het weer. Wat ik drank. Het is best wel rustig. Nou, het terras is gewoon druk hoor. Nee joh, zelfs hier. Die oude mensen. En we gaan hier even lekker een drankje doen. Ik heb lekker mijn eten binnen, eindelijk. Ik heb brood met vis. Ik heb zalm, makreel en tonijn als het goed is. En Esme heeft een... Ik heb jeuk. Tosti met kaas. Lekker wannes. Okay. We zijn alweer even thuis. En toen zijn we even langs het strand gelopen en ijs gegeten. En ik ben even een kwartiertje gelegen in de zand op het ons terrasje. Ik ga nu even inspelen wat ik nog niet gedaan. En dan ga ik gewoon weer even een half uurtje liggen. Even lekker bruin worden. Ik gebruik dus altijd deze. Wat ik echt super goed vind. En het is een spray. Dat vind ik sowieso veel fijner. Factor 50. Heerlijk. Oh my god. Nou jongens, een paar uurtjes later. Ik heb lekker een half uur gezond. Niet meer dan dat. Toen ben ik in slaap gevallen. Vet kut. Onze katten zijn echt helemaal moe. Nee, jullie kunnen niet naar buiten, jongens. Wij gaan weg. Ik heb ze even een beetje nat gemaakt. Ik heb me net omgekleed, want wij gaan lekker op een terrasje zitten. Want we hebben eigenlijk verder de hele dag niks gedaan. Het is echt zo zonde met dit weer. Dus ik heb even... niks topje. Gedaan. Wees het is. In ieder geval, ik heb een topje aan van de Zara en een rokje van weet ik niet meer. En de same shoes. Ik ben echt zo'n iemand, als ik één schoen fijn vind, ik hem elke dag aan doe. Ik ook, ik wil ook laten zien wat ik aan heb. Nou, laat maar zien. Ik heb hoe heet het nou? Een polo van Gucci van, ik denk, 4 collecties geleden. En een broekje van Barcelona en slippers van Puma. Goed hè? Ja hoor. Nou. Ja. Eindelijk op bestemming aangekomen. We wisten echt niet waar we wouden eten. Maar we hebben dus een Turks restaurantje ontdekt laatst. Naast de Harbour Club. En we gaan het even uitproberen vandaag. Kijken of die lekker is. Het is lekker afgelegen, snap je? Ja. Jongens, dit is ons eten. Ik heb een mix grill. Moest ik eigenlijk van Nessie nemen, want ik wil gewoon lam. Wat heb jij Nessie eigenlijk? Het ziet er heel lekker uit. Yoghurtloek hebben. Dus dat is yoghurt. Is dat met lam? Nee, kebab. Kebab is toch wel lam? Had een kebab volgens mij. En salades. Het is hier heel gezellig aan later. We zitten in de auto, mijn haar is weer voor geen meter. We hebben best wel lekker gegeten vandaag trouwens. Heerlijk. Nieuw tentje ontdekt, superleuke locatie. Het bestaat al heel lang. En we horen vandaag dat er binnenkort een verbouwing gaat plaatsvinden. Dat die gewoon 2 maanden gaat sluiten. Dus echt een perfecte timing om een nieuwe tent te vinden. Wij zijn nu onderweg naar een wasstraat. Want ik moet heel nodig mijn auto schoonmaken. Want het ziet echt niet uit. Het zit helemaal onder de kak. Heerlijk. Dus dat gaan we nu eigenlijk doen. Lekker. Heb je zin in een ijsje? Ja. Natuurlijk heb ik zin in een ijsje. En gaan we weer ijsje eten? Nee. Nee? Nee of ja? Jij zei van we gaan ergens toetje eten. Maar dat ging niet meer door. We hebben geen toetje gegeten. Gaan we het wel of niet doen? Je mag het zelf weten hoor. We kunnen wel 1 bolletje. Nee, oké, we doen het niet. Waarom? Waarom? Ik heb liever een cappuccino dan. Ook goed. Cappuccino. Deze dagen gaan een beetje slecht mensen met eten, maar ik merk gewoon dat ik meer behoefte heb aan eten als het warm is. Volgens mij heeft iedereen dit wel. Iedereen gaat op het terras zitten toch? Ja, dat is het hele probleem. Je gaat op het terras zitten en je bestelt gewoon alles waar je zin in hebt. En dan ga je gewoon daar chillen. Wat moet je anders doen? En dan ga je niet naar de gym. Nee, maar dat pakken we weer op. Morgen is het gewoon weer normaal weer. Hè? Morgen is het gewoon weer 23 graden. Dat is helemaal niet warm in Nederland. En morgen heb ik de meet and greet, vind ik heel spannend. Is het je eerste meet and greet? Ja. Oh mijn god. Is het eng, eerste meet and greet? Ja, ik vond het wel. Wat was jouw eerste meet and greet? Iedereen kijkt naar je. Maar het is gelukkig voor mij een festival. Het is niet alleen maar Mirjam spot. Ja, ja, ja. Het is zeg maar verdeeld gelukkig. Hotspot. Zo'n heel lange rij zo. Nee, maar wat was jouw eerste meet and greet? Wat, ik weet niet, man. Zo'n YouTube gathering volgens mij, of iets in die richting. Met gaande. Ja, daar stonden we daar zo. Er stonden mensen gewoon echt in de rij. Om met jou de foto te gaan. Kijk eens op.
Kijk ze erop. Hoe lekker schoon dan. Goeie, hè? Lekker schone auto. Vandaag is echt helemaal geen planning. We hebben uiteindelijk best wel een leuke dag gehad, Dennis. Ja. Hoor. Tenminste van de zon genoten en dat vind ik echt heel erg belangrijk. Ik ga even mijn gezicht reinigen met deze komkommerdoekjes van de Primark. Die zijn echt vet goed, Dennis. Ze zijn echt zo lekker refreshing. Ze ruiken echt super lekker. Ik had het echt niet verwacht. Maar je kan ze kopen. 2 van deze stuks voor maar €1,50. En ik vind ze veel beter dan die van Nivea. Goals. Heerlijk. Lekker mijn gezicht reinigen.